Oké, dus dit is wat ik vaak hoor. Tanja, ik heb helemaal geen tijd om 's middags een lunch te prepareren en om een salade te prepareren. Ik wil ook niet veel tijd besteden aan mijn lunch, maar toch wil ik dat die voedzaam is en dat die snel en lekker is en dat die mij gevuld houdt tot de avond. Dus hoe doe ik dat? Wel, ik heb altijd sla in de groene blaadjes, zeg maar, in de koelkast zitten. Dus nu heb ik hier ook. Dat is rucola vooral, een flinke handvol. Zie je, dat is een flinke handvol sla. Ik heb er dan nog heel veel platte peterselie bij gedaan. Dat is echt superfood. Dat is echt supergoed om dat erbij te doen. Ik heb er ook een aantal blaadjes basilicum bij gedaan. Dat is ook altijd zeer goed. En dat, ik doe dat altijd zo. Dus dat is altijd mijn basis. Sla, een of andere soort. Verse tuinkruiden, minstens één of twee soorten. En dan een handjevol. En ik heb er een beetje te weinig vandaag. Het is al wat ik nog heb, maar bon. Zo weer een handvol scheutjes, gemengde scheuten. Oké. Dan, wat heb ik nodig? Ik heb natuurlijk... Wat ik erbij doe, dus dat zijn allemaal groene groenten. Allemaal super, allemaal superfood en allemaal rauw. Dan heb ik nog een restje van... Ja, het ziet er een beetje raar uit, maar een restje van gebakken... gewokte courgette met rode ui en lekker wat kruiden. Dus daar ga ik een schepje van bij mijn salade doen. Dan heb ik ook altijd in de koelkast staan een kommetje met gekookte quinoa of volwaardige rijst. En daar neem ik dan ook altijd 2, soms 3 eetlepels uit. Want dat zijn mijn goede lage trage koolhydraten, volwaardige koolhydraten, glutenvrij. Die gaan er dan ook in. Dan, gisteren heb ik een blik linzen open gedaan en die ga ik er nu meteen ook aan toevoegen voor mijn eiwitten, want dat behoort ook tot ons ideale bord, dus dat worden mijn eiwitten. En hoeveel doe ik? Ja, weet je, zo 3 à 4 schepjes, 3 schepjes waarschijnlijk, want hier zitten ook een beetje eiwitten in en de volwaardige rijst, dus ik doe een combinatie van de 2. En ik doe er inderdaad niet te veel, want ik wil er ook nog een beetje een eetlepel hennepzaadjes bij doen. Want die zijn ook heel rijk aan proteïne. Dus ik doe 2 groeie eetlepels hiervan en 1 eetlepel hiervan. Dan zijn mijn eiwitten gecoverd. En dan mijn goede vetten, die haal ik uit een avocado. Gisteren heb ik de andere helft genomen. En als je die zo bewaart in de frigo, met de pit er nog in de ene helft... En je draait die om in een kommetje. Ja, mijn kommetje was iets te klein. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dan blijft die echt wel goed tot de dag erna. En dan kun je die in stukjes bij je salade doen. En dat is de basis. Dus ik heb de avocado erbij gedaan. Ik heb maar de helft van die halve avocado genomen. Dus een 1/4 avocado. Omdat het echt wel een grote was. En ik heb ook nog die hennepzaadjes die erop liggen. Die zijn natuurlijk ook rijk aan eiwitten, hebben ook goede vetten. Vandaar die combinatie. Dan kom ik aan mijn eiwitten en mijn vetten. Hier mijn eiwitten en hier ook eiwitten. Dus dit zijn de goede vetten. Dit zijn de goede eiwitten. Oké. Ik had nog een paar tomaatjes gevonden die ik erbij heb gedaan. En dan heb ik er al flink wat zwarte peper op gedaan. En wat zout, wat Keltisch zeezout is dat. En dan begin ik met al de rest. Zo, wat ik gebruik is een super klein beetje olijfolie. Maar echt een heel klein beetje maar. Want ik heb al wat vetten hier, dus ik heb niet zoveel nodig. Waar ik wel kwistig mee ben, dat is de appelazijn. Dat is supergoed. Werkt heel afslankend, is zeer goed tegen de cellulite, is heel lekker. En is ook super voor mij als... Ik ben echt een zoute... Hoe zeg je dat? Zoute kou? Nee, zoute weet ik veel. Ik heb heel graag zout, maar veel zout is niet goed. Dus azijn is zuur en zuur en zout zitten bij je smaakpapillen heel dicht op elkaar. En dan heb ik niet meer zoveel zin in zout. Oké. En dan heb ik mijn favoriete coconut amino's. Die doe ik er ook flink op. Voilà, voilà. En dan ga ik met mijn kruiden. Dat zijn Provençaalse kruiden. Doe ik er altijd op. Vind ik lekker. Dan doe ik ook altijd zeewieren. Dit zijn 5 zeewieren. Ja. Gebruik ik altijd op de een of andere manier. Dus daar gaat ook wat op. Is altijd zeer goed.
ook voor de, het jodium en zo. Dan komijn gebruik ik ook altijd. Dus ik doe er flink wat komijn op. Komt niet zoveel uit. Voilà. Dan cayennepeper. Oh yes, het mag wel pittig zijn. Voilà, voilà. En dat is zo'n beetje, soms zoek ik er ook nog wat edelgistvlokken op. Dus even kijken, edelgistvlokken. Dat is dit. Super lekker, dat is om het zo'n beetje kaasachtige smaak te geven. Daar heb ik nu echt niet zoveel zin in. Maar dat is wat vegetariërs, veganisten gebruiken. Nee, veganisten gebruiken in plaats van kaas. En zoals je weet, kaas is voor mij een no-go. Als die gemaakt is van koemelk in elk geval. Dus dit kan een alternatief zijn. En kijk eens welke vitamine er allemaal in zitten. Oeh, folimzuur en zink zit er ook in. Vitamine B1, 2, 3, 6. Enfin, dat is altijd goed. En voilà, ik denk dat ik het zo ga verorberen.